Die gewaltige Massenkundgebung im Berliner Sportpalast. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Op basis van die prognose al twee dingen zeggen. Het eerste, winst voor de lokale partijen. En ten tweede, een enorme pak op een donder voor de regeringspartijen. Aan deze gemeenschap, die in diesem Augenblick die ganze Nation repräsentierte, richtete der Reichsminister 10 vragen. Zou ik van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende 3 vragen? 3 vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord, die onze partij, de PVV, definiëren. Hier also, meine Zuhörer, repräsentiert in diesem Augenblick für das Ausland die Nation. Und an euch möchte ich 10 Fragen richten, die ihr mit dem deutschen Volk von der ganzen Welt, insbesondere aber von unseren Feinden, die uns auch in dieser Stunde an ihrem Rundfunk zuhören, beantworten müsst. Wollt ihr das? En de eerste vraag is, willen jullie meer of minder Europese Unie? Minder! De tweede vraag is, misschien nog belangrijker. Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid? Zijn ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn vor der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? En we hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Dan gaan we dat regelen. In die kämpfen verstreiten.